Jessica en dit is mijn vriendin Nova. En samen we hebben vanmiddag deze cupcakes gemaakt. Helemaal in de herfstsfeer. En zo maak je ze. Eerst bakken we de cupcakes. En laat ze eerst even goed afkoelen voordat je ze gaat versieren. Een paddenstoel maken is heel erg makkelijk. Ik rol de rode fondant en snij er een rondje uit. Die plak ik erop met botercrème. Dan plak ik de witte stip op met water. Tadaa! Op de website staat deze werktekening die je kunt gebruiken om een mooie cupcake standaard te maken. Ik heb deze gemaakt in mooie herfstkleuren. We hebben de tafel gezellig gedekt met een mooi kleed, bordjes, lekkere thee en we zetten een gezellig muziekje op. Nou meiden, we kunnen de high tea beginnen. Op de actiewebsite vind je nog meer leuke ideeën voor je eigen high tea. Deel je gemaakte foto van je eigen high tea en cupcake op social media met hashtag Vibra Herfstfeest.